Jongens, vandaag ga ik langs degene die het programma eigenlijk heeft gemaakt, soort van. Qua vechtpartijen, grote mond, alles. Want ik ga namelijk langs Cynthia. En Cynthia die had echt zo'n grote mond. En ze kwam binnen met een banger en het was gewoon echt drama. En ik dacht eigenlijk eerst dat ze actrice was, maar dat was ze dus niet. En ik ga vragen hoe het nu met haar is. En ik ben ook gewoon heel benieuwd naar haar kant van het verhaal. En ja, waarom zij zo deed en hoe het nu vooral met haar gaat. En vergeet me natuurlijk allemaal niet te volgen op Instagram, TikTok, Snapchat. En vergeet ook zeker niet te abonneren op dit YouTube kanaal. Dus klik hieronder. Jongens, ik zit eigenlijk naast een meid in de auto die eigenlijk meest gehaat wordt van Ex on the Beach, denk ik. Ja, dat denk ik ook wel. Ja, ik weet echt wel zeker. Cynthia, hoe gaat het nu met je? Ja, goed. Ja, gaat goed. Ik zeg eerlijk, je ziet er beter uit. Oh, ja, hé, hey, is zo. Als je die pony eraf hebt, denk van, oh nee, ja, ik zweer, dat is echt zo. Nou, dank je. En hoe gaat het nu met je? Ja, heel goed. Ja? Ben je een beetje bladeren van Ex on the Beach en dankjewel. Ja, ik ben wel bijgekomen. Ik had vooral de eerste 1-2 weken heel erg zwaar toen ik terugkwam. Omdat ik gewoon heel erg moest wennen dat ik gewoon weer in Nederland was. En gewoon veel gezeik gehad. Je had ook echt heel veel drama en gezeik, moet ik zeggen. Ja. Want je kwam ook wel binnen als echt een klapper hoor, zeg ik eerlijk. Ja. Wat was eigenlijk jouw intentie? Daar dacht je van, goh, ik ga even alles op het spel te zetten ofzo. Ja, eigenlijk wel. Ja? Ik kwam daar wel. Ik had ook gezegd, ik kom hier niet om vriendinnen te maken. Nee, je kwam echt voor drama. Ja. En eigenlijk heb je dat toch ook wel een beetje nodig in het programma, toch? Zeg ik je eerlijk. Vind ik ook, anders wordt er geen tv gemaakt en dan wil niemand er naar kijken. Nee. Ja, eigenlijk heb jij het seizoen soort van wel een beetje gemaakt ook, met die drama erbij. En bijvoorbeeld toen je in Nederland was je niet bang voor die mensen dan, want dan ben je weer in Nederland, dat ze gaan opzoeken ofzo? Of... Nou, ik heb wel wat dreigementen en zo, of de mensen van Ex on the Beach. Ja, de mensen van Ex on the Beach. Nee? Ben je er nu alweer een beetje mee oké, of? Ik laat iedereen gewoon zijn eigen leven leiden. Ja. We laten allemaal elkaar gewoon met rust. Ja. Of tenminste, ik laat hun met rust, hun laten mij met rust. Ah, en uiteindelijk was er pissie in jouw gezicht gegooid. Ik vond het zo zielig, zeg je eerlijk. Ik was zo zielig, ik dacht, oh my god, dit is het echt, dacht ik. Maar het gebeurde ook echt. Nou, maar ik besefte het ook niet, want ik voelde in één keer echt fucking warme shit over me heen. Warm, zegt ze. Ja, dus ik dacht... Wat is het? Ja, dus ik moest echt even beseffen van wat is dit? Ja. Toen dacht ik echt zo, is het pis? Toen werd ik zo, toen werd ik zo gek. Ja, maar ik snap het dan, want ik zei ook, stel iemand gooit pis in mij, ik zei, diegene gaat dood. Ja, dat zei ik ook. Ik zeg, ik ga haar nu echt doodmaken. Ik was duivels gewoon. Ja. Maar ja, toen werd ik helemaal tegengehouden door iedereen en ik kwam er niet op. Dus en was dat bijvoorbeeld ook, als je geen quote, zat het dan nog allemaal in je en zo? Ja. Nee, maar waarom ging je niet eerst douchen of zo? Ja, dat mocht niet. Oh, echt niet? Ik heb wel een beetje medelijden met je hoor. Godverdomme, wat een ellende allemaal. Ja, dat was echt niet. Uiteindelijk heb je ook zeg maar zelf besloten om weg te gaan. Mm-hmm. Had je dat echt vanzelf? Want ik zeg, toen vond ik het wel zielig dat je koffers pakte en zei van nou, ik ga weg. Ik dacht dat het weer een beetje goed was tussen jullie in de groep, dacht ja, ik. Ja, het was ook wel zo. Alleen ik miste gewoon mijn eigen vriendinnen en zo hier in Nederland. En het was ook gewoon kut. Kijk, mijn trots was te hoog om bijvoorbeeld mijn vader of zo op te gaan bellen. Ja. Dat ik daar ellende had en zo. Want ik wist mocht dat het gaat gebeuren. Ja, het mocht wel. Oh, je mocht maar even dus naar ik was alles zelf aan het opkroppen en aan het doen. En op een gegeven moment dacht ik ook van ja, wat doe ik hier nog? Maar ik had geen zin meer om gezellig mee te doen met iedereen. Op een gegeven moment ben je klaar mee. Ja. Hey, en in Nederland, wat doe je nu allemaal? Want volgens mij, ik heb foto's gezien van jou op F2F. Ja. Je gaat wel half naakt volgens mij. Ja, dat klopt. Ja, verdien je nu ook veel geld mee? Ik zit op exclusieve platformen. Ja. F2F, OnlyFans en Fancentrum zit ik ook op. En daar verdien je wel echt je knaken mee en zo. Ja. Oh, dus dat gaat wel goed nu. Ja. En vooral als je mee hebt gedaan met Ex on the Beach, dan gaat het zeker allemaal omhoog en zo, denk ik. Ja, F2F was ik al wel aan begonnen. Ja. En dat is wel voor mij het beste platform dat loopt. Jongens, allemaal even abonneren op Cynthia, jongens. Toen zag je ook tegen de uitzendingen op, bijvoorbeeld? Ik zag er vooral, Mag goed zout? Ik zag... Nee, je mag er niet, godverdomme. Vooral tegen dat klasincident zag ik heel erg tegenop. Ja? Ja, want ik vond het gewoon zo'n groot disrespect. Ja. En toen was ik gewoon bang dat iedereen zou zeggen, gewoon dat ik dan zo'n naampje zou krijgen of zo, weet je. Vismeisje of zo. Ja, ja. Ik snap wel dat je daar bij vismeisje deed dan bang voor bent of zo. Ja, maar ik snap dat wel. Nee, is ja, ik zeg je ook eerlijk, vroeger, het leek mij, en ik dacht echt, dit wordt helemaal uitvergroot, alles, er komt op social media van, oh dit, maar zeg maar, het valt echt mee. Ja, maar dat komt ook omdat Ellen dat ook graag klein wilde houden en ik ook. Dus. Had je niet kunnen zeggen van goh, ik wil het helemaal niet uitgezonden hebben? Jawel, want ik ben ook nog wel teruggegaan om die beelden terug te kijken. Ja. En toen mocht ik zelf
Oh, je mocht zelf bepalen. Bepalen. Dus ik heb dan wel gewoon aangegeven van ik wil het gewoon echt zo klein mogelijk laten. Ja. En toen alles was gebeurd, want je kwam binnen met echt van, oh, ik ben het mooiste op mij, ik ben echt een lichaam en zo. Hoe kom je daarop? Ja, ik was gewoon, of ik ben gewoon heel erg zelfverzekerd. Ja. En mensen hoeven dat niet te vinden, maar zolang ik dat zelf wel vind en ik mezelf daar zo over voel, dan is dat gewoon zo. Ja. Dus ik heb gewoon veel zelfvertrouwen. Je had gewoon scheid, dat gewoon scheid, ja. Maar heb je die auto al spijt, soort van, naar Ellen toe of zo, van die zijn dunne... Kijk, weet je wat het is? Ik zeg altijd wat ik denk en dat verandert niet. Dus ik weet niet of ik het de volgende keer anders zou doen. Ik denk nu wel van, oké, het had anders gekund, maar ik heb het niet anders gedaan. En ik weet dus ook niet of ik het een andere keer wel zou doen. Want bij mij is het gewoon, ik zeg wat ik denk. Is het niet dat je soms te snel dingen zegt? Dat je achteraf soms denkt van, oh, dat had ik beter niet kunnen zeggen? Ja. Ja, ik heb dat denk ik ook wel. Ik zeg je eerlijk, altijd, ik heb ook nog een best wel grote bek. Ik zeg heel snel dingen en dan achteraf denk ik van, oh, was het slim geweest, Nick? Nee. Nee. Maar ja, zou ik het weer terug doen? Maar aan de andere kant denk ik wel van, ja, wat heb je liever? Dat iemand gewoon super schijnheilig achter je rug gaat en iedereen over iedereen loopt te praten en dat je dan met 10 man sterk staat? Of dat je gewoon in je eentje sterk staat en hij... Ja, dat is waar. Ik vind dat gewoon, heb ik liever gewoon iemand die streeft. Ja, zegt wel, ja, dat schijnheilige hou ik ook niet erg van. Maar ja, meestal is dat toch bij zo'n programma. En je had ook een ex die aankwam, ja, Rick. En ik moet zeggen, ik ken Rick en die komt uit Zwolle. Oh echt? Ja, ja, nou ja, ik kwam altijd wel op feestjes waar ik ook kom. En hoe ken je Rick dan? Je had een keer seks gehad met Rick. We waren in Arnhem, waren we stappen. Ja. En toen kwam ik hem daar tegen. En toen zochten we de hele tijd toenadering naar elkaar. Maar er was ook nog een ander meisje mee. En die liep ook de hele tijd in de weg. En hij wist niet wat hij wilde. En we gingen de hele tijd van heen en weer. Heen en weer. Ja, maar ik heb ook niet echt een hele goede connectie of zo met hem gehad. Nee. Dus ik had ook niet verwacht dat hij zou komen. Hij was de laatste pas überhaupt vergeten dat ik hem nog had opgegeven. Ja, echt! Dus het was wel een verrassing. Ja. Maar hij was geen 1 seconde binnen en hij was ook 1 seconde binnen jou gelijk. Dat is niet waar. Nee? Oh. Nee, maar we waren al de hele dag aan het filmen. Dus ik had hem al een paar keer gezien natuurlijk en ook al wat uurtjes. Dus het is niet zo dat ik hem... Dat gelijk. Nee, maar ik had wel gezegd van als er een knap iemand komt en ik... Ik had gewoon zin in seks. Ja. En ja, ik had ook geen vibrator of zo bij me. Ja, een vibrator. Nou, dan doe ik hem wel een speeltje. Had een meisje vibrator mee? Nee, dan ga je niet. Wordt je koffer ook gecontroleerd met je bouwt? Mm-hmm. Oh, die wordt wel gecontroleerd? Ja. Oh, ja, nee, dat is ook raar als je dat allemaal... Ja, nou ja, boeien tegenwoordig. Maar is niks meer raar, nee. Volgens mij. Want toen je weg ging, zei ook gelijk van... Oh, ik heb zin, als ik in Nederland ben, dan ga ik gelijk neuken. Nou, is het gelukt? Mm-hmm. Ja. Jullie hebben zoveel scheid. In ieder geval, hoe oud ben jij nu? 22. Oh, en wat zeg je ouders ervan dan? Over die opmerking of gewoon over alles? Gewoon alles. Ja. Ze kennen me langer als vandaag. Ze, ja. En het was al een paar jaar, was het er ook al voor gevraagd. Dus ik had ze al een beetje voorbereid en zo. Het kwam niet uit het niets of zo. Maar nee. Ze zeggen wel, van tot hier en niet verder. Ja. Je moet niet helemaal uit de hand gaan lopen en zo. Maar op zich wel gewoon. Nou, beter dan. En als je bijvoorbeeld, je kreeg bijvoorbeeld heel veel haat op internet. Ik dacht eerst, ik dacht echt dat je acteur was, of actrice. Ja, dat dacht iedereen. Ik had ook gereageerd. Maar ik spoor gewoon niet. Ik had echt gereageerd van, dit moet wel een actrice zijn. Jij pakt die koffers, jij moet mij even rondleiden. Ja, maar weet je hoe dat kwam? Dat dacht ik echt. Ik dacht, is het serieus? Ik dacht, die moet wel actrice zijn. Maar ik had daar wel een reden voor, want... Oh. We zaten in de taxi toen we daarheen gingen. Of taxi, weet ik veel, busje. En ik zat bij de jongens in de bus. En in de bus deed iedereen gewoon aardig tegen mij. En we waren gewoon met elkaar aan het praten en aan het doen. Ja. En toen waren we daar. En toen in één keer ging iedereen 380 graden draaien. Toen die camera in één keer weer ging draaien, gingen ze in één keer fucking soer doen tegen mij. Oh, zo. In dat busje deden ze gewoon aardig en leuk. Oh, ja, dat is ook wel kut. Dat kan ik gewoon niet tegen. Ik haat neppe mensen. Daarom deed je zo dom. Afliep van, nou, jij. Ja. Want ik moet ook zeggen, want jullie gingen natuurlijk ook eerst weg waar je aankwam. Als extra bijvoorbeeld, dan moet je eerst nog met z'n allen naar de villa. Dan zit je met elkaar in een busje dus. Mm-hmm. Oh, het leek alsof je echt ook apart aankwam weer, zeg maar, alleen. Nee, ik werd wel apart van die jongens dan gehouden. Ging niet bij die meisjes in de bus, dat zou niet goed komen dan. Oh, is dat echt? Jij moest bij die jongens? Ja. Gast. En als je bijvoorbeeld, toen je nu in Nederland heb je bijvoorbeeld Georgina, heb je wel eens al gezien weer. En dat is gewoon weer helemaal goed. Of nee, goed. Gewoon normaal. Ik heb ook geen zin om... Kijk, als iemand mij een reden geeft, oké, maar zolang ze dat niet doen, dan is er niks aan de hand en dan doe ik gewoon normaal. Hey, en wat doe je eigenlijk in het dagelijkse leven en zo allemaal? Ja, ik ben iedere dag bezig met content schieten.
Ja, voor je OnlyFans kanalen. Ja, ik slaap altijd wel uit. Ja, je slaapt altijd uit. Chill leven heeft sinds jij, joh. En dan ga ik gewoon de hele middag shooten of soms 's avonds. En we zoeken altijd gewoon leuke locaties. Doe je gewoon samen zo met iemand? Ja, met een vriendin van mij. Oh, dus dan ga je bijvoorbeeld naar de Efteling in de shirt uit. Ja, dat zou kunnen. Ik heb nog niet gedaan, maar wacht nog mee. Of naar Walibi of zo. Dat is alle kinderen. Fuck it, YOLO. Dat is wel grappig. Hey, en zou je bijvoorbeeld nog een keer met iets anders mee willen doen? Een ander programma of zo? Ja, maar... Vond je het wel leuk, tv? Maar, jawel. Alleen, ik zou niet meer aan Ex on the Beach of Temptation of Love Island of zo. Ik ben ook gewoon niet gemaakt voor de liefde, volgens mij. Nee, of, nee. Of alleen maar om te leuken. Hatsen! Dat zijn jouw woorden. Ja, maar hoe jullie het allemaal brengen van, oh, als ik thuis ben, ga ik gelijk neuken. Dit, dat. Ik dacht, oh, ja. Jongens. Ja, ik hou wel van seks, ja. Ja, heb je vaak seks in Nederland ook gewoon? Ja. Heb je veel bij partners? Nee, ik heb wel vaste. Oh, je hebt vaste. Maar wel verschillende vaste. Want die verschillende vaste. Als je bodycount had, dan wil je dat niet zeggen. Ja. Tussen de... Wat? Nee. Oh. Tussen de 0 en de 100. Nee, nee. Het valt wel mee, joh. Tussen de 0 en de 1000. Nee, tussen de 20 en de 30. Oh, dat valt nog wel mee, ja, eigenlijk. Ik wil wel. Ja, vind ik ook wel. Maar heb je ook bijvoorbeeld in het dagelijks leven wel eens ruzie of zo met mensen als je op stap gaat en zo? Ja. Ja? Maar... Ik probeer dat wel echt te minderen. Ja. Want ik vaak merk ik ook wel dat het echt door mezelf komt. Ja. En wel eerlijk zelfreflectie, eerlijk. Ja. Je kan zeggen wat je wil, maar... Ik probeer gewoon nu, als iemand me aankijkt, in plaats van heel gemeen zo te kijken, probeer ik altijd gewoon te lachen. Ja. Maar er zijn ook wel eens mensen bijvoorbeeld naar je toegekomen van, oh, ik heb echt zo'n beach gezien in het echt van, goh, je hebt echt een beach of zo. Nee, nooit. Oh, dat is wel echt het ding. Ik vind dat, dan praat altijd van grote bek, heb ik ook, zeg je eerlijk. Ik had ook gereageerd van zit in de actrice en zo. Ja, maar zit nou wel in de oude. Wat deed jou, die haat wel wat, al die negatieve shit? Ja, de eerste aflevering, toen was ik maar 5 minuten in beeld. Ja. Dus toen was alleen maar die ruzie in mijn woord. Toen kreeg ik mijn haat ook Ja, je moet wel een dikke huid hebben, denk ik, voor de... Ja, dat vond ik wel echt kut. Daar had ik ook echt een paar nachten gewoon echt slecht van geslapen. Dat was... Ja? Ja. Oh, dat vind ik wel zielig. Ja, aan de ene kant is het toch online. Ja, aan de ene kant denk ik ook van, je deed ook wel weer zelf die binnenkomst. Natuurlijk, mensen die schrikken daarvan en zo, toch? Dus ik snap dat mensen er boos kunnen reageren, maar voor jou... Ja, je bent ook maar een mens. Ja, iedereen die doet wel eens iets. Ja, wat je achteraf... Goed, slecht, ja, anders, daarom. Denk van ja, het is allemaal heel makkelijk gezegd. Maar krijg je daarna geen leuke reacties? Jawel, het gaat nu ook steeds beter met de reacties. Maar ik denk ook van ja, als ik dan kijk naar wat voor soort mensen er vaak op reageren, denk ik ook van ja. Ik word daar dan echt heel erg druk om gaan maken. Of die mensen die met obese zak chips en een fles cola op de bank zitten, zichzelf voor het vreten met 10 kinderen op de bank. Ja. Uitkering te trekken. Ja, ja, ik dacht, vaak zijn dat zulke mensen die zitten op Twitter. Niks doen, zitten op Twitter en met zak chips zeggen ook. Ja, want mensen die wel wat te doen hebben, die doen dat niet. Nee, die hebben gewoon een leven en die gaan het doen. Ik vind wel respect dat je ook zegt dat je wel pijn deed en zo. Dat je wel de slapeloze nacht van hebt gehad. Ja. En was je ook bijvoorbeeld echt bang bijvoorbeeld voor die groep om weer te zien? Je was niet bij de reunie aanwezig. Nee, dat klopt. Maar dat komt omdat ik ruzie had gehad met de productie. Oh. Ik ben er niet gekomen. Dat komt omdat ik een akkefietje heb gehad. Oh. Maar niet met de... Met de kandidaat zelf. Kandidaten. Oh, daarom ben je gewoon niet gekomen. Ik was wel onderweg, maar toen ben ik omgedraaid, omdat ik gewoon aan de telefoon allemaal gezeik kreeg en ik naar me zitten. En ik zeg je eerlijk, ik vind jou soms echt iconisch op beeld. Ik zeg je eerlijk, soms zit je daar zo, echt geef geen fuck, zo, ja... Ja, ik vind het gewoon grappig soms. Maar zo ben ik ook gewoon. Ik ben gewoon heel droog. Ja, ik vind het grappig. En dan bij die pony, maar blij dat je die pony af hebt geschoren. Ja, of de weg hebt gedaan. Ik ben blij dat je die pony weggegooid. Ja, dat was beter. Even. Ik dacht dat was mooi. Maar normaal, daarvoor zag ik er ook altijd zo uit, zoals nu. En was die jurk ook echt van jezelf? Nee. Oh, ik schrok al. Nee. Tessa die vroeg aan mij, nee, ik vraag alsjeblieft één vraag of die jurk van haar was, of dat die van de productie was. Van de productie. Dat komt omdat we ik moest die Spaanse danseres workshop ding doen. En dat hoorde bij die stijl van die dan. Nee, dat zou ik nooit halen. Prijskaartjes stond toen nog op 5,99. Ergens op de waar waren jullie? Ja, op de Gran Canaria, ergens op de markt overgeplukt. Wat een drama. Maar dat allemaal. Is ook gewoon. Het was ik 5 minuten in beeld. Met die lelijke vieze make-up kop van me. Die echt was. Drink maar klauw die lippen heeft. Sorry. Ja, heb je mijn TikTok gezien? Die was maar ik goed. Zie de humor er wel van in. En ik zie ook gewoon. Ik haat make-up. Ik draag echt bijna nooit make-up. En toen verveelde ik me op die hotelkamer, want het duurde uren voordat ik werd opgehaald. Ja. Ik zat maar te sminken. Oh, mooi.
Nou, toen dacht ik echt, what the fuck? Als je het ziet op beeld, denk je, oh. Ja, ja, ik moest ook wel uit. Je ging helemaal zo, wauw, sexy. En dan kwam die deur er vandaan. En ja, what the fuck? Ik zeg je eerlijk, eerst dacht ik echt, wat ik voor die make-up. Maar ja, dat heb ik nu ook. Als ik dat terugzie, denk ik ook, what the fuck? Ik kan beter gewoon zo normaal aan de hand kunnen komen. Dan. Ja, en gewoon lekker rustig dat je niet eens zo'n gezeik had en zo zit. Ja, dan was het gewoon misschien gezellig geweest. In plaats dat je dan daar. Ja, dat wel hoor, had ik geen tv gemaakt. Nee, dit was wel echt televisie. Ik heb wel genoten van je. Ik zeg eerlijk, die drama. Oh. Ja. Moet je beweren dat jouw haar echt is? Trek zo die plukken eruit. De reunie. Dus je bent helemaal niet in beeld geweest. Uiteindelijk. Nee. Oh, ik ga echt zoeken op jou. En waren die mensen dan ook niet achteraf boos op jou bijvoorbeeld? Dat je er niet was? Of... Nee. Want Georgina had wel de nagels eraf gehaald. Want die had jou nog gebeld de dag van tevoren. Ja. Ja, omdat ze je anders wou slaan. Nee, dat is niet waar. Want ik kwam haar tegen en ik had haar nog gesproken. Oh. En ze zei van, ze zei eigenlijk gewoon heel normaal. Oh, gelukkig. Dus dat is eigenlijk allemaal gewoon goed. Nep. Nep. Dat is niet waar. Dat is niet waar. Nep gewoon. Niet zo. De Tablet of Terror. Cynthia, ik heb de Tablet of Terror meegenomen voor jou. Hier is die. En jij mag hem voorlezen. Lieve Cynthia, het wordt tijd voor wat dilemma's. Pak de popcorn erbij. Pak de popcornbak erbij. Ja, ik heb hier een popcornbak. En hier zitten dus eigenlijk dilemma's in. Okay. Er zat popcorn in, maar dat is een uitgetief onderweg. Hoor je al? Godverdomme. Maar wat is dat voor iets doms? Wat? Waarom ga je popcorn al erin doen als je gaat rijden? Ach, door. Oké, okay, ik heb hier één. Rondlopen met een luier of tatoeage over je hele gezicht? Ja. Jezus. Heb je tattoos? Ja. Ja. Niet veel overal gewoon wat. Ja. Hè? Maar een luier, daar mag je wel gewoon je kleren over aan. Ja. Oh, dan zou ik rondlopen met een luier. Ja. Ja. Ja, dat zou ik ook doen. Fuck dat. Super ghetto. Zou je geen tattoo over je gezicht doen? Nee. Nee? Traantje of zo? Nee. Heb je al eens vastgezeten? Nee. Nee, dat weet ik maar, kan toch? Nee, ik heb niet vastgezeten. Oké, mag de volgende pakken. Altijd net op het nippertje. Oh, doe maar niet. Iedere keer op het nippertje, zegt ze. Ja, ik heb wel een keer een straatverbod gehad bij mijn ex. Ja, straatverbod? Wat dan? Ik had alle ruiten ingeslagen en al zijn kleding in de fik gestoken. Nee, ja, ik zweer het. Straatverbod? Als je daar kwam, dan ging je, dan kwam, wat kwam? Nee, na 5 dagen was het alweer goed en toen was ik gewoon weer met hem. Ze gooit eerst alle glazen in en dan gaat ze dan... Oh, wat erg. Oh. Ja, 10.000, 1 miljoen... doe maar een miljoen. Een miljoen volgers op social media of een handje vol leuke vrienden. En dan met die volgers kun je ook weer geld genereren. Ja. Ja, dan zou ik voor geld gaan. Ja, zou je dan niet voor vrienden gaan? Heb je helemaal geen vrienden? Jawel. Ja, nee, daar heb je helemaal geen vrienden. Ja, op je Insta. Maar niet, dan ben je vrienden kwijt allemaal. Of dan ben je altijd alleen. Ja. Zeg ik, fuck it. Ja, fuck dat. Ja, jij zou dat doen, hè? Ja. Nee. Vaak, heb je wel veel vrienden of niet? Nee, weinig. Een handjevol. Ja, nee, misschien. Dat zijn wel de beste, zeg ik altijd, toch? Dat is waar. Vandaag. Next. Next. Woe, is next. Je partner betrappen met iemand van hetzelfde geslacht. Of je partner betrappen met iemand van het andere geslacht. Stel je voor, je hebt een vriend die pakt of die neukt of een jongen en je komt erachter. Of hij neukt de andere meid. Wat heb je liever? Dan denk ik, heb ik liever een jongen, denk ja. ik. Ja. Ja, snap ik misschien wel. Dat is misschien beter. Dan kan ik gewoon nog zeggen van, oh, is niet erg. Veel plezier. Ja, de wijf zou ik echt helemaal gek worden. Dus ik zou totaal loslaan. Maar zijn dat wijf dan totaal loslaan? Ja. Ja, ik zeg ook altijd. Weet je wat ik altijd zeg? Sommigen zeggen toch van, nee, je mag diegene niks aandoen. Want het is je vriend in de school. Nee. Ze allebei gaan ze dood. Zij weet dat ook. Ja, vind ik ook. Daarom, een vrouw als het weet, vind ik het helemaal schrijnig. 10 keer betrapt worden op neuspeuteren of 1 keer op masturberen? Oh, masturberen. Ja, moet je niet. Maak je ook echt vingerfilmpjes en zo? Nee. Oh, echt wel. Ik doe alleen... Maar ik heb sommige dingen van fans, van OnlyFans gezien bij andere mensen. Jezus, nou komkommers, alles erin. Nee, joh. Weet je wel, kijk, eigenlijk is zijn mijn pagina's best wel gewoon netjes. Maar als iemand echt heel veel geld betaalt, dan... Ja, dit was een banaan erin. Nee! Doe als een komkommer erin. Dat niet. Nooit meer seks of nooit meer een telefoon? Ja, dat is een hele moeilijke, denk ik, voor jou. Dan zou ik... What the fuck? What the fuck? Ik zou dan... Ja, maar hoe kom ik dan aan mensen? Ja.
Waar moet ik dan bij iedereen gaan aanbellen of zo? Hoe bedoel je? Gewoon seksen. Oh, zo. Oh, zo. Ja, zeg het. Ja. Ja, dan kun je gewoon, weet ik veel, oké, zo iemand hier op de parkeerplaats pakken. Als je wil, dan rijd je gewoon naar een random parkeerplaats. En dan doe je gewoon je broek uit. Zeg, hey. Ik zou denk ik nooit meer een telefoon doen. Ik zou niet mijn hele leven nooit meer zo'n seksen. Nee? Nee. Jij wel. Ja, ik denk het wel hoor. Nee. Ik moet iedere dag gewoon... Heb je elke dag seks? Nee, wel iedere dag klaarkomen. Ja? Wel vaak. Cynthia, moet je elke dag klaarkomen? Ja. Dit elke dag? Met je vingers of weet ik veel wat? Ja, 3 keer. 3 keer? Je lul. Nee, zeg. En waar haal je die tijd vandaan? Ja, nou, dat hoeft toch niet lang te duren. 5 minuten. Jezus Christus, elke dag 3 keer. Van, ik word al moe van als ik eraan denk. Godverdomme. Ja, stuk. Je tanden poetsen met poep. Eeuw, nee man. Of je handen wassen met urine. Nou ja. Handen met urine. Ja. Over je heb je toch al gehad. Ja, boeien. Kan je ook gewoon je handen wassen. Fuck it. Ben je nooit meer boos geworden op Ellen of zo. Daarna was het ook gewoon weer oké met haar. Want ik sprak haar. Daarna zei ze ook van... Nick, ik snap niet dat ze nog boos was en zo. Want jij was gewoon daarna gewoon normaal tegen haar. Ze zei... Hoe kan het? Ik heb dit gedaan. En dan... Ze werd daarna... Werd ze even boos. Was even vechten. Maar daarna was het gewoon weer goed. Ja, dat klopt. Waarom weer boos was? Nee, dat je daar gewoon dat alles goed was. Dat je dat niet zo erg vond. Ja, omdat ik... Kijk, ik kan zelf ook soms helemaal psychisch in mijn kop worden. Ja, dus oh, ik weet hoe het begrepen. Is als iemand gewoon psychisch mentaal gestoord is. Ja. Ja, dus ik ging me daar gewoon in verplaatsen. Ja, van, ik zou zelf... Ja, ik zou nooit pissen. Maar ik zou bijvoorbeeld wel... Wat ik zeg, ik zou wel een baksteen op iemand gooien of zo. Dat is ook erg, toch? Denk, ja, nou, ik weet niet wat ik liever heb. Ik denk dat ik liever nog een baksteen op mijn achterhoofd heb dan een pis in mijn gezicht, denk je niet? Ja, dat is echt gewoon disrespect. Ja, dat is wel. Oh, maar ja. Ik dacht gewoon, ik had geen zin meer in drama. Ik had die hele dag al gevochten. Ik vond het ook zo zielig. Ja. Nee, dan daar voor die kamer zit, er is pis op mijn gezicht gegooid. En nu moet ik lachen, maar toen was ik echt boos, jongen. Ja, ik snap het. Ik wist echt niet wat ik met mijn leven aan moest. Ik denk, wat de fuck heb ik hier, waar ben ik aan begonnen? Ja. Je kunt nooit meer iemand aanraken of je kan nooit meer met iemand praten. Ja, dan weet ik al wat jij kiest. Ja, jij zou zeggen deze, denk ik, hè? Nooit meer iemand aanraken. Nee, nooit meer met iemand praten, want jij wil gewoon iedereen aanraken. Ja, maar praten... Ja, heb je ook nodig. Ja, oh, praat je ook tijdens de seks? Ja. Ja? Wat zijn gestoute dingen? Ja. Zeg nou, oh. Mm. Oh, geile teddybeer. Dat doe ik niet hoor. Oh ja! Je kunt nooit meer iemand. Ik zou dan die nooit meer iemand aanraken. Je verdient 30.000 met je OnlyFans per maand, maar je bent niet gelukkig. Of je verdient 15.000 per maand en je bent wel heel gelukkig. 1500. 15.000. Oh, is dat 15.000? Oh, het is 1500. Oh. Nee, dan zou ik die bovenste. Ja, wel voor 30.000 euro en dan ongelukkig. Ja? Nee. Ja. Ik weet niet. Ik ben gewoon een beetje verblind door geld of zo. Ja, ben jij geldwolf ook? Ja. Ja, je ziet in alles een geldhandel. Jij ook. Ik ook. Ja, oké, ik zou denk ik ook wel doen hoor. Als iemand zegt 30.000 euro. 1500, dat is echt niks. Dan kun je, nee, ja, dat verdien kun ik je niet meer van. Ja, maar daar kan je niet meer. Nee, ik kan echt niet van leven hoor. Nee, want als ik. Nu kijk, soms denk ik, Jezus Christus, hoe waar de fuck. Als je al een auto hebt, alles moet je betalen hoor. Zorgverzekering. Woning, als je, kan je toch. Woon je op jezelf? Ja. Oh, je woont op jezelf. En je bent 22. Ja. Oh, best knap. Dank je. Ja, is toch zo? Als je op 22 stapt, je zelf woont. Veel huurhuis. Meegemaakt moet. Ja, nee, geen koophuis meer. Meedoen met ex on the beach met dezelfde meisjes. Nee, dat, ik weet niet wat de volgende vraag is, maar. Of meedoen met echte meisjes met alle meiden van jouw seizoen. Oeh. Oh, die is wel lastig dan. Ja, ik wou net zeggen. Nee, dan zou ik. Oeh. Of is het echt alleen maar met diezelfde meiden bij echte meisjes? Of je hebt ook nog een man erbij dan bij Ex on the Beach? Ja, dan zou ik gewoon meedoen met echte meisjes met alle meiden van ja? En dan gewoon drama schoppen? Ja, dan is dat maar zo dan. Want die jongens er nog bij, dan wordt het als dubbel drama. Ja. Had je ook veel gezegd met die jongens? Of kon je met die jongens op zich nog wel? Nee. Kon je ook kon niet? Ik niet. Nee, ik kon met niemand eigenlijk. Oh, godverdomme. Alleen met, met niemand. Nee, had je echt met niemand een klik of zo? Ja, met de productie. Ik zeg echt helemaal normaal. Kijk, ik praatte wel tegen iedereen. Dan wel. En iedereen die praatte ook wel tegen mij. Het is niet zo dat ik helemaal met niemand... Iets had of zo. Nee, alleen maar of dat nee, is het, nee. Zelfs met, eigenlijk met Georgina deed ik op een gegeven moment gewoon heel aardig. Ja.
Ik weet niet, als dan iemand die gewoon heel erg vuur tegen vuur of zo, dan is altijd wel leuk of zo. Jij klikt daarop. Gewoon van drama. Nou, daar heb je in ieder geval voor gezorgd. Nou, ik wil je eigenlijk bedanken. Vond je het een beetje gezellig zitten? Ja, heel leuk. Maar jullie moeten allemaal even aardig zijn in de reacties. En jullie moeten haar allemaal gaan volgen op Instagram, TikTok, Snapchat, eigenlijk op alles. En ook op OnlyFans natuurlijk, want dat heeft ze ook. Ja. En doe maar op F2F. F2F, daar moet je haar volgen. Willen jullie ook allemaal even abonneren op zijn YouTube kanaal? Ja, en dan zeg ik tot de volgende keer. Bye. Doei!